Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen. Super tof dat je weer kijkt. We krijgen niet één, maar twee nieuwe Shinies in Pokémon Go en ook twee nieuwe events. En na deze video weet jij precies wat dat zijn en hoe je die Pokémon kunt krijgen. Vind je dat nou tof? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer voor meer en laten we snel beginnen op PokemonGoLive.com. We zien ze hier allebei al staan. It's a solstice surprise, dus een verrassing die te maken heeft met de zonnewende. Regigigas komt naar 5-ster raids. En Bidoof komt shiny naar Pokémon Go. Een paar video's terug, ik zal een kaartje boven in beeld zetten, was ik in de Hortus en had ik het al over de kans op shiny Bidoof. Want er was een evenement waar we onze voortanden in zouden kunnen zetten. En dat is dus het Bidoof event. En als ik dit zo bekijk met wat er precies verteld wordt, zou het mij niks verbazen als dit Bidoof event leidt naar Pokémon Go Fest. Daarover zometeen meer. We gaan eerst kijken naar het Regigigas event voor de zonnewende. De langste dag komt er weer aan op het noordelijk en zuidelijk halfrond. Op het zuidelijke halfrond dan is het natuurlijk de kortste dag. Wat betekent dat op het zuidelijke halfrond de dagen weer langer worden, omdat ze naar de zomer toe gaan. En dat bij ons de dagen weer korter worden, omdat we naar de winter toe gaan. Dat viert Pokémon Go elk jaar. Solrock en Lunatone zullen weer gaan verschijnen. Shiny kunnen die eventueel ook gaan verschijnen. En ze zullen allebei op beide helften van de wereld te vangen te zijn gedurende dit event. En dat staat hier eigenlijk ook. Om te vieren dat de dagen langer worden op het ene halfrond en de nachten op het andere halfrond, zullen de Pokémon Go's zonnewende evenement terugkomen. Afhankelijk van op welke wereldhelft je bent, zul je verschillende Pokémon kunnen tegenkomen tijdens dit evenement. Vanaf donderdag 17 juni, 10 uur 's ochtends lokale tijd, tot en met zondag 20 juni, 8 uur 's avonds lokale tijd. Niet een heel lang event, maar het is wel cool. Wat gebeurt er? Regigigas komt naar raids. Regigigas Normal Type Pokémon is tot nu toe alleen in EX raids geweest en er is één keer een Regigigas event geweest waar je met een ticket kon vangen. Ik zal een kaart boven in beeld zetten naar dat event. Super gave video, super tof event. Als je geluk hebt, kun je een shiny Regigigas tegenkomen. Regigigas shiny ziet er heel tof uit. Het is sowieso een toffe Pokémon om te zien, vind ik. Je hebt er alleen helaas weinig aan in bijvoorbeeld PvP. Maar tof is hij wel. En een shiny is natuurlijk een shiny. Wereldwijd kunnen trainers Lunatone, Solrock, Spheal en andere Pokémon in het wild tegenkomen. En met geluk Snorlax. Niantic geeft het. Ze geven het maar niet op. Ze blijven ons die worst voorhouden van shiny Snorlax. Misschien vang je hem. Kans is 1 op 450. Maar wie weet. Hopelijk vang je hem. Duimpje omhoog als je ervoor gaat. Duimpje omhoog voor shiny luck. Trainers in het noordelijk halfrond, dat zijn wij, kunnen de volgende Pokémon in het wild tegenkomen. Yanma, Chimchar, Summerform Deerling en meer. Als je geluk hebt, kun je een shiny Yanma tegenkomen. Dat staat hier wel specifiek. Yanma kon al shiny zijn. Chimchar kan net zo goed shiny zijn, dus dat had hier ook kunnen staan. Maar Yanma is wel de toffere shiny van de twee. Op het zuidelijke halfrond Snowrunt, Snover, Winterform Deerling en meer. En ook daar, shiny Snowrunt was er natuurlijk al. Ook Snover kan shiny zijn, is de toffere shiny van de twee, vind ik. Dus ze hadden net zo goed de andere naam neer kunnen zetten. In raids krijgen wij hier Alolan Marowak, mogelijke shiny, goede PvP Pokémon, Yanma, Petilil en meer. Als je nou op jacht gaat naar de shiny Yanma, laat je niet verleiden tot het gebruiken van heel veel passen, want de kansen op shinies in raids en in het wild bij Yanma zijn gelijk. In het zuiden Lapras, Piloswine, Snorunt en meer. En overal ter wereld Lunatone, Solrock, Klink en meer. Dat zijn wel allemaal shiny Pokémon. Dus wat alle gaat, zeker als je een raid ziet en je hebt je pas over, gooi hem erin, want wie weet heb je geluk. Exclusieve Field Research Task encounters met Yanma in het noorden, Snorunt in het zuiden en zilveren Pineapple Berries plus een paar snapshots voor een verrassing. De bonussen. Lunatone en Solrock verschijnen wereldwijd meer in het wild gedurende het evenement en daarna zal Lunatone alleen op het oostelijke halfrond, oostelijke hemisfeer voorkomen en
De ander, Solrock, zal alleen in het westelijke hemisfeer voorkomen. Wij zitten hier in het oosten, dus dat betekent dat wij daarna alleen Lunatone tegen kunnen komen. Maar gedurende het evenement dus beide. Je buddy is zeer bereid om je te helpen met je avontuur, want gedurende het evenement krijg je pokeballs, items en andere dingen van ze op een grotere basis dan anders, of vaker dan anders. En de afstand om te lopen om hartjes met je buddy te verdienen is gehalveerd gedurende dit event. Natuurlijk moet je altijd op je omgeving blijven letten, ook al gaat het hier weer beter. Voorzichtigheid is toch altijd nog een beetje geboden. En natuurlijk heel veel plezier met dit eerste Solstice event vanaf donderdag 17 juni. En dan spreek ik even, dat begint morgen, dus zelfs ook al op de dag dat deze video uitkomt, is het event ook al begonnen. Dus heel veel succes, heel veel shiny luck. Ik hoop dat je er mooie Pokémon tussen zit. Er is een tweede event natuurlijk en dat is Bidoof. Bidoof komt eraan. Bidoof breekt uit, staat hier. En shiny Bidoof komt eraan. Bidoof. Bidoof is zo ongeveer de grootste Pokémon Go meme die er te vinden is. Maar ik vind het een hele toffe Pokémon. Ik zei net al, misschien dat hier een Pokémon Go Fest gerelateerd event bij zit. En misschien ook een PvP event. Want Bidoof komt eraan. We hebben geen idee waar ze vandaan komen of wat hun bedoeling is. Maar gedurende het Bidoof Breakout evenement vanaf 25 juni zal Bidoof vaker voorkomen in het wild. Ze zouden ook wel eens aanvallen kunnen kennen die ze normaal gesproken niet kunnen leren. En shiny Bidoof maakt zijn Pokémon Go debuut. Hoeveel Bidoof zul jij vangen? Hoeveel of wanneer zal dit eindigen? Lees verder voor meer details. Veel succes! Je gaat het nodig hebben. Komt wat dramatisch over misschien, Niantic? Van vrijdag 25 juni, 10 uur 's ochtends tot donderdag 1 juli, 8 uur 's avonds, lokale tijd, zal Bidoof vaker voorkomen in het wild, in raids en in encounters nadat je field research voor dit event hebt voltooid. Als je geluk hebt, krijg je een shiny Bidoof en onze eerste onderzoeken tonen aan dat de hoeveelheid Bidoof die verschijnen zal toenemen naarmate het evenement vordert. Dus hoe verder in het evenement, hoe meer Bidoof, ook hoe meer kans op shiny. Dit is ook gewoon een meme, weet je wel. We worden overspoeld door bevers in dit geval. Op bepaalde dagen van het event zullen Bidoof die je tegenkomt bepaalde aanvallen kennen die ze normaal gesproken niet kunnen. Op donderdag 1 juni van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds lokale tijd kun je een Charge CM gebruiken om Bidoof een van deze aanvallen te leren. En na het evenement kan dat alleen met Elite Charge GM's. Dus als je zo'n Bidoof wil met een speciale aanval, het evenement is het moment daarvoor. Shadow Ball van vrijdag 25 juni 10 uur 's ochtends tot en met 26 juni 1 minuut voor 12 s'nachts. Dan Thunderbolt van zondag 27 juni 12 uur s'nachts tot en met maandag 28 juni 1 minuut voor 12. Dus gewoon de hele dag maandag. De hele dag dinsdag Ice Beam. En dat is het dan ook. En als je Bidoof evalueert gedurende dit event, onthoud Bibarel of Bibarel, net hoe je de klemtoon legt, die aanval niet. Je krijgt dan een Bidoof die, of een Bibarel moet ik zeggen, die Hyper Beam kan. Ook weer een speciale aanval. Bij Bidoof zou ik zeggen, voor PvP is het waarschijnlijk slim om een Bidoof te bewaren of misschien een Charge TM te gebruiken die één van deze aanvallen dus kent. Je zou zelfs kunnen overwegen om bijvoorbeeld op vrijdag een Bidoof te kunnen vangen die Shadow Ball kan, een extra Charge Attack te unlocken op de zondag en dan vervolgens die zondag hem met een Charge TM ook Thunderbolt te leren. Of datzelfde trucje met Ice Beam en Thunderbolt, Shadow Ball en Ice Beam. Op die manier. Bidoof is geen PvP Pokémon die boven de 1500 uitkomt. Dus ik zou vooral op zoek gaan naar Bidoof die zo cappen rond de 500 CP. Want waarschijnlijk als hier een PvP evenement mee komt, zal dat zo'n event zijn waar we maar Pokémon tot bijvoorbeeld 500 CP mogen gebruiken.
En dan de GoFest link. Vorig jaar dook Team Go Rocket op in GoFest. Het zou mij niks verbazen als dat dit jaar weer gebeurt. Team Go Rocket heeft plannen om voordeel te halen uit de Bidoof Breakout. En er zijn dus ook meer Shadow Bidoof. Die moeten we dus redden. Je zult Bidoof gift stickers krijgen en van Pokestops en het openen van cadeautjes. En dan hebben we ook nog eens verschillende bonussen. 2 keer Catch XP van vrijdag 25 juni 10 uur 's ochtends tot en met zaterdag 26 juni 1 minuut voor 12 's nachts. 3 keer Catch XP, dus net zoals dat de Bidoof toenemen, wordt ook de beloning groter. 3 keer Catch XP van zondag 27 juni tot en met maandag 28 juni. En dan de hele dinsdag tot en met woensdag hebben we zelfs 4 keer Catch XP voor Pokémon die we vangen. En we moeten blijven opletten voor meer details over wat er wat Bidoof betreft komt op maandag 28 juni. Special research misschien? Andere research? Of je er nou klaar voor bent of niet, de Bidoof komen. En dat is een feit waar je niet aan kunt ontsnappen. Dat is de keiharde waarheid. En we moeten ons voorbereiden. Let's go! Ja, ik ben enthousiast. Ik kan niks anders zeggen. Ik vind het een fantastisch idee. Ik ben enorm benieuwd naar dit Bidoof event. Ik ben enorm benieuwd wat het gaat worden. Ik kan hier humor wel van inzien. Bidoof is een geweldige Pokémon. Karin heeft al een 100%. Ik zag dat een van mijn Discord moderators, Ilan, ook een 100% had. Dat hoop ik na te gaan doen. Of een shiny Bidoof, want die is super cool. Ik wens jullie natuurlijk ook alle shiny luck en heel veel plezier met dit Bidoof event. Want dit kan niet anders worden dan lachen. Naar welk van deze 2 events kijk jij het meeste uit? Drop het in de comments. Laat me weten wat je van deze evenementen vindt. Deel deze video natuurlijk met je vrienden, zodat ook zij precies weten wat er aankomt. En like deze video vooral als je hem nuttig vond. Helpt het kanaal enorm, helpt mij enorm. En dan toppers, ik was Crazy Koen. Enorm, enorm bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende Pokémon Go video. Houdoe!